Deze nieuwsuitzending is in ere van Alan Watt. Alan Watt is een man die is jonger dan ik en heeft een website en die heet cuttingthroughthematrix.com. Daar heb je meerdere mogelijkheden om te doneren en doe dat. Lees of hoor zijn woord en betaal daarvoor. Ik ga Alan Watt binnenkort betalen. Ik heb een idee. Zo. En ik heb nog wat geld. Alles wat ik betaal aan Alan Watt gaat niet naar de homoïstische, communistisch, fascistische, accijnsinnende homo gezelschap. Ik wil een kale kip worden, waarvan geen veren geplukt kunnen worden. Totaal afgelopen. Het oordeel is duidelijk. Jullie zijn in algemeenheid het leven niet waardig. De mensen dan. En jullie die naar mij luisteren en die nu nog niet de uitzending hebben uitgezet. Want ik ken jullie homo's in de slechte zin van het woord. Homo in de slechte zin van het woord. Jullie houden niet van de waarheid. Jullie pissen in jullie broek. Jullie zitten te wachten op de voorspelling van Arthur Schopenhauer. Die heeft een profetische uitspraak gedaan. En die luidde: het allerergste komt nog. Maar jullie wachten op het allerergste. En voor die tijd, ja, of ik werk mee aan het allerergste. Dat zou ik mooi vinden. Dan heb ik nog wat te doen in mijn oude dagen. Of, ja, niet. En dan zijn jullie alleen. Want het allerergste komt. En als het niet komt onder mijn regie, nou, dan wordt het nog erger. Halleluja, prijs de Heer. Jullie mensen zijn erg dom. Ja, maar Perry, jij hebt een IQ van 130, 140... En hoe durf je ons dom te noemen? Nee, het gaat niet over IQ, het gaat over ethiek. Jullie deugen ethisch niet. Dat is het probleem. Jullie hebben geen moraal. Jullie denken dat als je elke 4 jaar mag stemmen, dat er dan sprake is van democratie. Grieks is dat. Democratie, zeggen we op zijn Nederlands. De stem van het volk. Het volk regeert. Nee, het volk regeert helemaal niet. Wanneer heeft het volk geregeerd? Nou, in de tijd van de Waldensers. De Waldensers, dat was een volk. En die waren bijbelgelovend. Die hebben de scriptus receptus begrepen en doorgegeven aan hun kinderen.
dat was een democratie. Een democratie is, demos is volk. Zo'n democratie, moet je denk ik zeggen. Nou, die Waldensers, die zijn allemaal afgeslacht. Nou, voor 90%. En die overlevende heeft de paus. Sorry, ik krijg een lach aan mijn hal. Daar kan ik niks aan doen. Ja, de paus heeft gezegd, sorry. Dat was in 1999. De paus heeft een contract. Document. Een stuk papier. Kijk, van die Waldensers. En laten we even serieus worden, hè? Want het allerergste komt nog op deze manier. Mijn lieve kinderen, broeders, zusters. Van de Waldensers, daar is 90% van afgeslacht. En die 10% die wisten op een of andere manier weg te komen. En die zijn lekker doorgegaan met het lezen van de Scriptus Receptus. Oftewel de Bijbel. Waar ze geen priester voor nodig hadden. Tegen die mensen heeft de paus gezegd. Nou, weet je wat? Ik zeg sorry. Die overgebleven Waldensers hebben tegen de paus gezegd, oké. Oh jullie, hoe stom kan je zijn? Als iemand moordt, dan is dat een misdrijf. Of niet? De paus heeft gemoord. Die heeft de Waldensers vermoord. Om nog maar te zwijgen over de Kataren. De Albigensers. Om nog maar te zwijgen over de orthodoxe Serbiërs. Om nog maar te zwijgen over al die Joodse mensen die zich hielden aan de wetten van Mozes. Die Waldensers, ik bedoel niet die letterlijke Waldenser die alleen maar Waldenser is omdat hij Waldenser geboren is en hij is een bijbelgelovende, of zij is een bijbelgelovende christen en namens die organisatie heeft er een of andere klojo een handtekening gezet onder het document waarin staat dat de paus sorry heeft gezegd. En dat is het. Ja. Bij de, hoe heet dat ook alweer? De Bartholomeusnacht. 30.000. Dood. 30.000 mensen dood. Yep. En de paus zegt sorry. En de Waldensers die hebben iemand laten meetekenen. En die heeft gezegd, het excuus is geaccepteerd. Het einde der Waldensers. Ik zwijg nu over die Kataren. En die zijn er ook gepakt, jongen. En de Gnostici ook, hè. Allemaal geen geintje. Geitje.
bokje. Ik spreek de waarheid. Als ik de waarheid niet spreek, dan mag jij mij doodmartelen. Dan heeft mijn leven dat verdiend. Omdat ik mijn kennis, vermogen, niet gebruikt heb om de geschiedenis te bestuderen. Ja, so be it. Dat kan. Snap je? Ik neem dat risico. Het allerergste komt nog. Het wordt nog veel erger. En jullie verdienen dat. Ik ook hoor. Ik kan jullie niet bekeren. Dat heb ik geprobeerd. Ik kan het niet. Ik heb het vermogen niet om jullie te bekeren. Ja, maar Perry, dan had je beter moeten zijn. Sorry? Ik? Beter? Hoe zit het aan jullie kant? Ja, Perry, je moet goed begrijpen dat wij zijn bijbelallergisch. Heel veel mensen hebben glutenallergie. En er zijn mensen die hebben notenallergie. En er zijn ook mensen die hebben allergie voor hooi. Allergie voor pollen. Zo heb je ook mensen die zijn allergisch voor het gesproken woord, voor het geschreven woord, voor het woord wat duidelijk is. Daar zijn ze allergisch voor. Dan moeten ze van niezen en dan krijgen ze migraine of whatever. En dan ga dan dood. Krijg kanker. Meld je aan bij het allopathische medisch centrum. Dan gaan ze een onderzoek doen. Dan nemen ze een bloeddingesmonster. En dan zeggen ze, uw bloedsuikerspiegel is een beetje aan de hoge kant. Dus u heeft suikerziekte. En dan ga je elke dag zo'n pil slikken of zo. Iets met insuline. Dan word je een drugsverslaafde. You go ahead and knock yourself out. Denk je dat God medelijden heeft met jou? Helemaal niet. Als jij je wil verbergen voor God. Als jij je wil verbergen voor de waarheid. Ja, so be it. Niet mijn probleem. En ik vertel je, ik beloof je. Het wordt alleen maar erger. Arthur Schopenhauer sprak de waarheid toen hij zei, het allerergste komt nog. Je kan wel klagen over de hedendaagse wereld, maar waarom? Het wordt nog veel erger. Jullie zijn een stelletje ongelovige varkens. Dus ik mag niet eens tegen jullie praten. Volgens Christus Jezus. Het allerergste komt nog. Dus go and knock yourself out, baby's. En niet met mij komen zeuren, want tegen de tijd dat jij in de gaten krijgt dat je verneukt bent en dat je echt de tranen in je ogen voelt en dat je snapt dat zelfs Boeddha gelijk had. In de zin dat je je niet mag hechten. En dat heb je dus wel gedaan. En tegen de tijd dat je daarachter komt. Dan ben je alleen maar boeddhistisch. En nog steeds niet christelijk. En kortom, tegen de tijd dat jij erachter bent. Hoe het in elkaar zit. Ben ik dood. Afgesproken? Je kan nog luisteren naar mijn geouwe hoer. Meer niet. Maar je kan mij geen vragen meer stellen. Tegen de tijd dat de stront in de ventilator is
vlogen. Hé? Hey? Geslagen, is dat? The shit hit the fan. Dat doet het al lang, hoor. We hebben... Man, de shit zit al lang in de ventilator. Maar niemand heeft het in de gaten. Iedereen denkt van, ja, strontlucht hoort erbij. Ja. Mijn kind denkt dat ook. Is totaal van overtuigd. Strontlucht hoort erbij. Ja. En wat nou van de lucht van bedorven lijken? Het kan nog veel erger, want God accepteert dit niet. De mens momenteel verwaarloost en mishandelt hun kinderen. En mensen lopen een week te zeuren met te zeggen van, ja, dat is alleen de katholieke kerk. Nou, inderdaad, de katholieke kerk verneukt kinderen. Dat is duidelijk. De katholieke kerk, dat is heidendom. En wat vind je van heidendom? Wat kan je daarvan verwachten? Behalve kinderneukerij. Pederasterie. Maar wat doen jullie zelf? Ja? Ja, wat ik zie in mijn omgeving is de moeder van mijn kind, die verneukt mijn kind. Ja, maar Perry, dat kan niet, want de moeder is een vrouw en die kan jouw kind niet neuken. Nee, dat zeg ik toch niet. Smeelap. Ik zei verneuken. Verneuken. Dat is Nederlands. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Luister naar mijn woord. Oh, maar Perrie, zoals jij begint, dat geloof ik niet. Ja. Waar moet ik beginnen? Ja. Ik zit hier een beetje te friemelen om de laatste hash uit het plastic zakje te krijgen. Dus vandaar dat ik even stilval. Maar dat is ook mooi, want dan kan ik even nadenken over mijn volgende zin. Draag met mij. Oh man, ik krijg dat ding niet open. En ik heb geen... Het allerergste komt nog, hoor. Het wordt nog veel erger. Want jullie hebben helemaal niet in de gaten wat er aan de hand is. Jullie hebben niet geluisterd naar Alan Watt. Helemaal nooit niet. Je kan niet een half uur naar Alan Watt luisteren en denken van, ja, dat is een man met een nasale stem en vroeger had hij een hond. En daar luister ik niet naar. Nee, luister naar Alan Watt. Van cuttingthroughthematrix.com. Ja, maar Piggy, jij bent toch een bijbelgelovende christen. En Alan Watt, die doet niet aan bijbelteksten. Ja. Luister naar Alan Watt. En daarna ga je luisteren naar Jörg Liesman. En Brad Norman. Tom Fraas. En niet te vergeten onze grote Duitse vriend, Jörg Gliesman. En voor de rest is er niks, namelijk. En ik kan het weten. Jullie kunnen ervan uitgaan dat ik dat mogelijk weet. Wat de waarheid inhoudt. De betekenis van het woord waarheid. Hou mij niet voor. Ja, je kan mij niet voor de gek houden. Er zijn massa's mensen en die denken mij te kunnen bedreigen. Er zijn mensen die hebben mij geslagen. Ha, 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 ha. Is dat belangrijk?
Ja, het is belangrijk voor jou om te weten dat je luistert naar iemand die geslagen is. En ik heb niet teruggeslagen. Zo heavy, man. Eigenlijk moet je, als je nu dus begrijpt wat slaan inhoudt en je vindt dat eng, dan moet je de uitzending stoppen. En zeggen van, ja, hier wil ik niet verder naar luisteren. Ik wil niet luisteren naar iemand die geslagen is. Ik wil leuke dingen doen. Dan ga je dat maar doen. Met mij heb je niks te maken, snap je? Nu even goed opletten, want het gaat om de laatste korreltjes hash. Er viel er net eentje buiten. Deze heb ik te pakken. Ja, precies. Dit gaat goed. En dan zit daar nog een korreltje. Ik geef niet om jullie leven. Ik ken jullie. Jullie zijn onzedig. Unzuchtlich, heet dat op z'n Duits. Jullie neuken erop los alsof neuken een leuke vorm is van gym. En dan krijgen jullie kinderen en je weet niet wat je ermee aan moet. Jezus. Dit gaat niet goed aflopen. Het wordt nog veel erger. Jullie kweken, jullie mensen, jullie kweken jullie eigen vijanden. En we lopen zeuren over de nieuwe wereldorde. Die bestaat helemaal niet. Onzin gedachten. Het enige wat er bestaat is een samenleving van dombo's. Die hun kinderen verwaarlozen, hun kinderen mishandelen. En dan maar kwijlen. Oh, jongen. Mijn dochter is verwaarloosd door haar moeder. Nou, op zich had ik daar geen moeite mee. Want ik zorgde voor mijn kind. Ik heb gezorgd voor mijn kind. En nu blijkt dat mijn kind tegen mij zegt, fuck you. Dan denk ik, nou oké. Ja, wat moet ik er verder aan doen? Toch? Ik heb voor iemand gezorgd. En die persoon zegt tegen mij, fuck you. Dan denk ik, oké, ja. Blijf uit de buurt van mijn kind. Dat zou ik wel kunnen adviseren. Don't go with that hoe. Want ik ken mijn Amerikaanse plat. Hè? En is dat erg voor mij? Nee, waarom? Waarom? Ik heb niks fout gedaan. Als ik mijn kind had mishandeld, verwaarloosd, zoals haar moeder. Stel, dat had ook gekund. Alleen dat kan niet, want ik ben Perry Franciscus Martinez Winkel. Ik kan dat niet doen. Maar mijn dochter zegt tegen mij, fuck you. Dan denk ik, nou mooi zo. Dan zijn we daar ook mee klaar. Want ik had het al lang in de gaten. En nu weet ik eindelijk waarom ik iets in de gaten had. Want zij dacht al die tijd al, fuck you. En mijn moeder ook. En mijn zus ook. En zou het dan de schuld zijn van die vrouwen? Dat komt, het devies voor mannen is van ga alleen met vrouwen. Nee, ga dus alleen met mannen om. Mijd die vrouwen.
Alleen maar je pik in een kut stoppen van een vrouw voor een kind. En that's it. Strakke afspraken over de poen. Maar ja, wat moet je met die kutmoeders? Ik denk dat er een tijd aan moet komen dat wij mannen met z'n allen zeggen van ja, je rukt je een beetje af om je prostaatkankerkriebel te vermijden. En dat doe je met porno. De gedachte aan een gewillige vrouw. Een beetje rukken. Maar niet in het echt. Want er komen er kinderen van en die moeder die gaat de hele boel lopen domineren. Toch? Zo is het toch? Nee, maakt mij blij. En dat ben ik ook hoor. In een onzedige wereld, ja, ben ik al snel zedig. Want ik neuk niet buiten de deur. Nee. De moeder van mijn kind, die was in 2009. Dat is 9 jaar geleden. Was er een verjaardagspartij voor mijn kind. En dat had ik verzonnen, want mijn kind is jarig op 21 december. De winterzonnestilstand. De winter solstice. Ja, dan heb je ook Sinterklaas en dan ja, haar verjaardag en kerst en oudjaar of nieuwjaar. Ja, kortom, een beetje druk allemaal. Dus ook een feest, een kinderfeest, op 21 juni. Ja, want ik kan rekenen. Heel veel mensen kennen dat niet. Die weten niet van 2 keer 2 is 4 en 3 keer 2 is 6 en gaan we door. Dat kunnen ze niet. Maar 21 december is het tegenovergestelde van 21 juni. Dus ik had verzonnen dat mijn kind op 21 december, wat haar verjaardag was, dat de viering was voor de familie. En dat op 21 juni een kinderfeest was voor de kinderen. Niet mijn moeder erbij, daar hou ik toch niet van, maar een ander verhaal. Maar geen familie erbij, alleen maar kinderen. En dan gaan we iets doen. Iets organiseren. Voor kinderen. En in 2009. Werd er dus. Door mijn kind en haar moeder. Smoes. Buiten mij om. Van wie gaan we uitnodigen? Ja, die twee waren uitonderhandeld. En ik zag de gastenlijst. En dat waren alleen maar meisjes. Ik zeg tegen de moeder van mijn kind. Van hallo, waarom is Nicky er niet bij? Bijvoorbeeld. Nicky is een jongen. En die moeder zei tegen mij. Van ja, die is er niet bij. Want het is een jongen. Ja, wat is het probleem met jongens? Nou, zei die moeder, jongens zijn vervelend. Ik zeg, hoezo? Nou, zei die moeder, dat weet je toch, van vorig jaar, in 2008, toen waren die jongens heel vervelend. Ik zeg, hoezo? Nou, zei die moeder tegen mij, dit vind ik disseminating, disrespectful. Want dat heb ik toch gezegd, dat ik het klaar ben met al die jongens. Dat zei ik toen al en nu is het zover. Oké.
Maar wat mag er dan niet? Waarom mag Nicky er niet bij zijn? Ja, zei die moeder, want Nicky gaat vervelend doen tijdens dat en dat. Ik zei, nou, dan doen we het zo. Jij gaat met die kinderen dat en dat doen. En ik ga met Nicky, een jongen, in de keuken pannenkoeken bakken. En wachten tot jullie vrouwen thuiskomen. En als jullie thuiskomen, is daar een stapel pannenkoeken. En toen zei de moeder van mijn kind tegen mij, ja, dit stel jij voor, want dan kan jij alleen in huis zijn met Nicky. En dan ga jij Nicky, ga jij je steve penis in de anus van Nicky stoppen, hè? Nou, ik ken jullie. En jullie krijgen het, hoor. En iedereen die omgaat met de moeder van mijn kind, of mijn kind, want mijn kind hangt aan de rok van de vrouw die beweert dat ik mijn penis wilde stoppen in de anus van Nicky. Ik snap het helemaal. En ik snap ook waarom Arthur Schopenhauer heeft gezegd, het allerergste komt nog. Want jullie hebben geen verstand. Hoezo wil ik mijn penis stoppen in de anus van Nicky? Ik vind Nicky een hartstikke leuke kerel. Dat is een slimmerik. Die van zijn moeder niet te vaak naar zijn vader mag. En inmiddels heeft Nicky haaruitval, een of andere kankerdiagnose, weet ik veel, waddo. Ja, want volgens de moeder van het kind van Perry Winkel, wilde Perry Winkel zijn anus helemaal ook, dat Nicky een beetje ook terug zou doen, dat hij even lekker klaar zou komen. Jullie zijn een stelletje smeerlappen. Punt. En medelijden van mij naar jullie? Niet. Dat denk je wel niet. Mij uitmaken voor een kleuterneuker? Ha, 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 ha. Wat de waarheid is, is dat de moeder van het kind van Peggy Winkel heeft gezegd dat Peggy Winkel zijn lul wilde duwen in het gaatje aan de achterkant van Nicky. Want dat is een jongetje. En die was nog maar 9. En hij wil graag domineren. En dan... You go dead, you all. Leugenaars. Ja, so be it. Niet mijn schuld. Ik kon er niks aan. Ik heb wel tegen de moeder van mijn kind gezegd. We stonden in de keuken. En ze zei dat tegen mij, van jij wil je lul stoppen in de anus van Nicky. En dat gaat niet door, dat ga ik even lopen voorkomen. Dus alleen maar meisjes, want als er een jongetje bij is, dan ga jij dat jongetje lopen neuken. Ik heb tegen haar gezegd, nu ophouden. Wat ik ook had kunnen doen, was haar wurgen. Gewoon de nek breken. Een kip kan je ook zo slachten. Hè? Je draait de kop achterstevoren en dan is die dood. Had ik met haar kunnen doen? Dan is dat gelul voorbij. Ik praat er geen Frans of zo. Je gaat niet zomaar van mij zeggen dat ik mijn penis wil stoppen in de anus van Nicky. Homo. In de slechte zin van het woord. Ja, maar Piri, nu doe jij beledigd. Nou, volgens mij ben ik toen beledigd.
Ja? Je gaat niet zomaar tegen iemand zoals Perry Winkle zeggen dat hij zijn lul wil stoppen in de anus van Nicky. Heb je dat goed begrepen? Ja, dan voel ik mij beledigd. En ik voel me ook beledigd dat er geen jongen mocht komen op de 9e zomerverjaardag van mijn kind. You go fuck your own assholes. Wat denken jullie wel niet? Jullie zitten te smeken om het allerergste. En het komt eraan hoor. Je wordt bediend op je wenken. Op je wenken bediend. Je wenkt. Van opa. Doe je een hand omhoog. Opa. Je wordt bediend. Perry wil graag zijn lul in de anus van Nicky stoppen. Ben je van dat geloof? Ik kom je vermoorden. Of God. Want je mag niet liegen, namelijk. Ja, maar Perry, dat staat in de Bijbel. En alles wat in de Bijbel staat, dat moet je met een korreltje zout nemen. Dus je mag gewoon vertellen wat je wil zeggen. En het is een gevoel, dat is een emotie. En zo is het. Jezus, mijn Christus. Wat moet God met jullie aan? Ik laat een stilte vallen. Wat moet God met jullie aan? Jullie die omgaan met mensen die mij ervan verdenken dat ik mijn lul in de anus van Nicky wilde stoppen. Ik heb Nicky al heel lang niet meer gezien. En inmiddels heeft hij dus haaruitval, weet ik wel, kankertherapie denk ik dan. Hij heeft ook zo'n klote moeder. Die half bloot over straat loopt. Ja, want dat is de vrouwelijke vrijheid om half bloot over straat te lopen. En de mannen doen dat dan niet. Maar dus, als mannen dat nou ook gaan doen, dan lopen we allemaal half bloot over straat. En dan gaan we allemaal neuken met iedereen. Ja, jullie gaan maar lekker je gang. He? Ooit gehoord, want ik weet niet precies welk Bijbelboek het is, maar zoek het op. Sodom en Gomorra. Ja, maar hoe spel je dat? Ja. Nou, dan ga je maar zelf even, dan ga je maar op zoek. Dan gaan we naar de protestantse gemeente hier in Arnhem en vraag maar hoe je Sodom en Gomorra spelt. En leven wij in Sodom en Gomorra? Jazeker. Ja, maar Perry, jij bent toch christen? En dat betekent dat God niet opnieuw komt met vuur en zwavel. Want dat was het oude convenant. En het nieuwe convenant is dat hij zijn enig geboren zoon heeft gestuurd. En sinds die tijd is het allemaal oké. Ja. We zijn wel 2000 jaar verder. Hè? Dus 2000 jaar geleden heeft God zijn enig geboren zoon op zijn 33ste jaar laten sterven aan het kruis voor onze zonden. 2000 jaar.
Dat is niet alleen gebeurd, want het heet de gebeurtenis. Wij spreken, mensen zeggen van ja, het gaat om de kruisiging van Jezus Christus. In de Scriptus Receptus, in de tijd van de acceptatie van het woord, werd er gesproken over de gebeurtenis, de kruisiging, van de mens. Christus Jezus. Eat this, baby. En wat denk je dat God gaat doen? Hij heeft zijn enige geboren zoon gestuurd. Die is voor onze zonden gestorven aan het kruis. Het was een jubileum. God tegen ons zei, oké, alle schulden, alle zonden, alles weg. Ja. Overnieuw beginnen. En wat hebben wij gedaan? Nou, we hebben de moeder gemaakt van het kind van Perry Winkle. En die zegt dat Perry Winkle zijn lul wilde steken in de anus van Nicky. Waar vraag je om? Als mensheid. De moeder van mijn kind is op Facebook echt veel geëerd. Iedereen is haar vriend. Want Wijnander Winkel, die weet dat ze... Nee, Wijnander wil... Ja, fuck die namen. Maar hè? Ze is helemaal niet van Winkel. Maar de moeder van het kind van Perry, die weet dat Perry graag zijn pik wilde steken in de anus van Nicky. Dwaal weg. En luister naar Alan Watt van CuttingThroughTheMatrix.com. Heb een beetje respect voor Nicky. Nicky mocht beperkt naar zijn vader. Hij werd geslagen door zijn moeder. Hij werd geslagen door de vader van zijn moeder. Ja? Goed begrepen? Nog een keer. Nicky werd geslagen door zijn moeder. Hij werd ook geslagen door de vader van zijn moeder. En hij mocht niet naar zijn biologische vader. Ja, een dagje per week of een halve dag. En dan moest hij terug naar zijn moeder. Die eruit zag als een... hoe noem je dat? Zo'n kleding met een tijgerrokje. En dan niet te lang. Qua lengte dus. Zo. Ik weet nog dat ik mijn kind kwam ophalen. Ze was wezen spelen bij Nicky. En zijn moeder die ging iets pakken uit een dressoir. En ze ging bukken. En dus zei haar zoon, Nicky, die zei, mama, ik kan je onderbroek zien. Ja, ik zag die ook. Ze had zo'n string aan. Ja. Halleluja, prijs de Heer. Het allerergste komt nog. Het wordt nog veel erger. In de toekomst dan, hè? Dit gaat niet ophouden. Met onzedige vrouwen. Oftewel stoepmoeders. Dat heeft geen enkele zin. De moeder van mijn kind, ja, hou maar op. Die heeft mijn tweede kind laten vermoorden. Ga met haar om. En mijn kind weet dat
haar moeder dat heeft laten doen. En mijn kind heeft daar geen moeite mee. Die heeft er geen vraag bij. Die wil er niets van weten. Terwijl ze weet dat het moord is. Ze blijft ook uit de buurt van mijn kind. Een leugenaar is het. Een bangerik. En met bange mensen, angstige mensen, moet je niet omgaan. Met mij hoef je niet om te gaan. Ik ga met jou om als het zo laat is. Geen probleem. Hou er rekening mee dat de boel omlaag gaat. Als je mij niet gelooft, dan ga je nu deze uitzending stopzetten. En dan ga je luisteren naar Alan Watt van CuttingThroughTheMatrix.com. En stuur mij een e-mail als je durft. Het is jammer, maar helaas. Want God is je vriendje niet. God is degene die jij moet vrezen. Dat is oud-Nederlands, of niet? God is degene waarvoor je bang dient te zijn. Kortweg, vrezen. De enige. En jij denkt, net als de moeder van mijn kind, dat je mijn tweede kind mag laten vermoorden en dat je mij mag vertellen of van verdenken dat ik mijn leuter in een kleuter wil stoppen. Het allerergste komt nog voor jullie. Niet voor mij. Want ik ben klaar met die leugenarij. En dat mijn dochter tegen mij gelogen heeft. Oké. Dat maakt het compleet. Het maakt het verhaal compleet. Als ik zo dadelijk doodga, dan zeg ik tegen God, nou, het was echt een heel goed idee van u, want tegen God zeg ik u. Het was een heel goed idee van u. Ik heb geen bezwaar tegen het idee, maar op de aarde 98% pissen over uw woord heen. En dan kijken wat God gaat doen, hè? Als ik zo dadelijk dood ben, jongens, meisjes, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Want als ik dood ben, hoef ik geen belasting meer te betalen. Hoef ik niet meer bij te dragen aan de oorlog in Irak. Of waar is die oorlog tegenwoordig? Oorlogen zijn hartstikke duur. Dus dan moet iedereen een beetje, ja, doe een duit in een zakje. Ja, als ik dood ben, betaal ik geen belasting meer. Ja? Homo. En dan ga ik praten met God. U krijgt nog één parlé. Een parlementarium. Eén gesprek met God. Dat krijg ik. En dan zijn jullie fucked.
Ze hou mij zo lang mogelijk in leven. Want als ik één keer ga spreken met God over jullie gedrag, dat jullie mij hebben uitgemaakt voor een kleuterneuker. Maak je maar zorgen. Hou mij in leven. En beter je leven. En stop met het beschuldigen dat Perry Winkel zijn leuter wilde steken in de anus van een kleuter. En dat je snapt dat die vrouw die dat in de wereld geslingerd heeft, die heet Wijnanda. Look her up op internet. Facebook. En Wijnanda heeft mijn tweede kind laten vermoorden. In stukken laten snijden. En mijn dochter gaat er moeilijk over doen dat ik het op Facebook openbaar heb gemaakt. Gemaakt op zijn hars. Platbrood. Mijn dochter heeft het daar moeilijk mee. Mooi zo. Dan staan jullie aan dezelfde kant als de moeder van mijn kind. Die vertelde dat, die zei van ja, jij wil vast je penis stoppen in de anus van Nicky. En mijn dochter die moeilijk doet over het feit dat ik na 10 jaar, één opmerking zet op Facebook. Dat haar moeder, mijn kind, mijn tweede kind, heeft laten vermoorden in opdracht. Nou, dan ga je aan die kant staan. Ik denk dat God tegen mij zal zeggen van ja, het klopt. Het grootste deel der mensheid is onzedig, immoreel, amoreel, één grote paanzooi. Het gaat mij om de goede. Die niet hun leuter stoppen in een kleuter. Het gaat mij om de mensen die het erg vinden als er een mens vermoord wordt. Ik denk dat God dat tegen mij gaat zeggen. En ik krijg een schouderklopje. En ik ga binnen in de hemel. Voor het vertellen van zijn woord. Want dat woord van God is de godverdomme zijn waarheid. En meer niet. Nastrovia. Mijn familieleden, daar heb ik geen vertrouwen in. Mijn zus heeft tegen mij gezegd, want er stond op de krant, op de voorpagina, dat ze van plan zijn om kinderen in het primair onderwijs masturbatieles te gaan geven. En mijn zus zei tegen mij, nou, als het een beetje betaalt, dan laat ik al die meisjes wel hun onderbroekje uitdoen hoor. En al die jongetjes ook. En dan ga ik vertellen met plaatjes op mijn digibord van hoe het moet. En dan liggen al die kinderen in een kring. En dan gaan ze lekker met z'n allen masturberen. Dat heeft mijn zus gezegd. Als het maar geld oplevert. Wat maakt haar het uit? Zei ze. Wat moet ik in zo'n wereld? In leven blijven? Om jullie uit te lachen? Ik ben omringd met absolute idioten. En hebben dochter nog boos op mij? Ja, ik wist het al jarenlang dat mama,
Die term gebruikt ze ook nog. Hè? Ze noemt dat beest. Die van de apen afstamt. Van de bonobo's, denk ik. Die bonobo's, dat zijn die neukapen. Zij stamt van de bonobo's af. Van een dag niet geneukt is een dag niet geleefd. En afwassen, en ramen lappen en de kastjes schoonmaken. Dat is niet des bonobo's. Stofzuigen, daar houden bonobo's niet van. Opruimen, orde maken, samenwerken. Nee, bonobo's neuken. Dus de moeder stamt van... En mijn hele familie is al van... Ja, het is die stamt van de bonobo's af. En dat moet je accepteren. En jullie gaan allemaal kapot. Heb je dat goed begrepen? Dit is geen geintje. Dat is jammer, hoor. Dus, toen ik 12 was, toen heb ik de Bijbel gelezen. Voor het eerst. En ik was verslaafd. Onmiddellijk. Ik wist gelijk waar de goede pagina's zaten. Die Bijbel heb ik hier nog. Die is kapot gelezen. Heb ik ook streepjes ingezet, uitroeptekens. Maar jullie niet. Ja, stel ik je homo's, waar ben je mee bezig? Er is een boek geschreven. Het eerste boek, dat is Genesis en Job. De vraag is wat het eerste was. En het heet de werken, de schrijfsels van Mozes. Dat was een jood. Van de stam Juda. Die opdracht gaf tot moord. En dat was nodig in die tijd. Wat moesten we anders? Onze dochters laten verneuken door een stelletje heidenen. En slacht de heidenen af. Ik ga tegen God zeggen... Voer het opnieuw in. Stuur maar een nieuwe Mozes. Want dat Jezus verhaal, dat was leuk. Hè? Ik weet precies wat God bedoelde met Jezus. Ik snap dat. Maar jullie niet. Dus laat Mozes maar terugkomen. Om het volk te redden. Het volk Israëls. Het volk Gods. Het volk der deemoedigen. Het volk der vernederden. Snap je? En ik heb nu niet, ik heb verteld van actualiteit in de zin van wat ik zelf heb meegemaakt. En ik heb het niet gehad over Hillary Clinton, die er ook wat van kan, hoor. Of Mark Ruttestein, hoe heet die stinkert? Rutte. Wat een smeerlap is dat. En op zijn hamburgers... Zo neem ik afscheid, hè. En de reden daarvoor is dat Hamburg... Dat was een stad boven die rivier. En die weet ik even niet. Maar je kan het zo opzoeken... Dat hele gebied, dat hoort tot de delta van Europa. En dan boven die delta. Daar is Hamburg.
En die mensen hadden in de gaten dat de Bijbel waarheid betreft en de katholieke KUDT-kerk, de KKK, dat dat niet deugt. En die hamburgers, die zijn gevuurbombardeerd. Verschrikkelijk, man. En uit respect voor de mensen die gevuurbombardeerd zijn in Hamburg, gelijk wie Dresden, uit respect voor de mensen uit Hamburg, zag ik tjus. En dag lieverds.